mensen, welkom bij een nieuwe video van World of Warships Legend. Vandaag ga ik het schip van de pack uittesten. Dat ik gisteren jullie had beloofd. Het schip van gisteren was nu ook weer niet super goed, maar dat viel wel mee. Play, versus all doe ik altijd. Dat is de Camp Beltham. Ik ga snel. Oh ja, die zwarte tablet is leeg, die steek ik even in. Ik wil even net zeggen ze van. Mensen, ik even kijken op de vorige video of daar ik al reacties heb gekregen. Ah, die tablet gaat even opstarten. Het gaat even luid zijn. Denk je toch? Ja, dat start op, denk ik. Nee, dat start niet op. Maar hetgene wat ik altijd hoor, dat staat altijd vol een bak trouwens. Ik weet niet waarom. Ik kan hem niet opstarten. Als hij random gaat opstarten, dan schrik ik me natuurlijk de pleuris. Maar goed, we gaan een versus all player, dus spelen. Goed, versus all met dus players versus bots. Het rode team is dus ja, de PlayStation zelf, of toch de computer zelf. De blauwe ben ik dus. Of toch dan, dat zijn de players. Oh, ik laat scheten. Want wij zijn kinderen. Oh. Dus ik wou eigenlijk ja, kijken op mijn zwarte tablet of ik al reacties had op de vorige video. Van, laat de camouflage erop of niet. Ik kan dat nog steeds morgen doen. Want nu is die camouflage er nog op trouwens. Oh, vet voordek. Dit is de eerste keer dat ik dit ding gebruik. En dit is wel een bruut schip. Zien of dit ding snel is. Ja, hij is best wel snel eigenlijk. Hij is best wel snel. No joke. De voordek vind ik wel iets speciaals hebben. Oh, ik kan een propeller turbo doen. Voor 2 minuten. Engine boost. Ik kan er nog eentje doen en dan is het op. Smoke generator. Waar zijn die mannen? Die mannen. Mannetjes. Ik doe altijd vanaf de zijkant, want dan kunnen alle kanonnen schieten. Toch die aan die kant dan zijn. De ding stuurt snel. Propeller boost heb ik nog. Voor 1 minuut en 10 seconden. Ishizuki. Dat is ook een naam van een schip. Ik ben nu detected. Uit dat schip daar. Of die schepen zelfs. Dat zijn best wel wat schippies. Heel stoute schippies. Als je het mij vraagt. Oké, ik ben nu al gehit. What the fuck? What the fuck? Waarom staat er überhaupt smokescreen? Ik word hier maar gehit. Oké. Wat ik nu beter kan doen is een beetje uitlokken en vluchten soort van. Of stoppen met varen, want ik vaar recht op een eiland af. Ik kan net op tijd sturen. Compleet. Ik raak hem soms maar. Oh man. Hier is het gevaarlijk. Gevaarlijk. Hier is het zo wonderbaarlijk.
Engine Boost is deactivated. Dat is raar. Hij zegt dat het nog voor 3 minuten is. What the fuck? Zo kun je niet missen als je zo dichtbij bent. Als je dan mist, dan, dan is er een probleem. Ja, ik kan niet meer varen, want het is gedamaged. Oh nee, dit wil ik niet. En dat geeft heel veel damage. Ja, het blijft damagen en ik ben kapot. Kutzooi, dit is wel best wel een goed schip, maar... Oh, we zijn met z'n tweeën aan het zinken, perfect. Maar, het heeft best wel wat tijd nodig om te reloaden. Dus het is nu ook weer niet het beste schip, dat is nog steeds de Kuma. Morgen ga ik een video maken waarin ik ga vechten terug met de Kuma. Maar, ja, jullie mogen op de volgende video nog steeds stemmen of dat ik de livery eraf moet halen. Dus de camouflage die er nu op zit. Als het niet duidelijk genoeg is, kun je het altijd zien in de volgende video op het einde. Oh, die koepel is niet vet hoor. Die hangen daar zo af. Nu ga ik wel een beetje weer Lusitania. Of toch als het mee zou kanten, dan was het wel Lusitania geweest. Dus dat is ook een soort schip. Ayoko heeft mij gezegd dat ik geen video's daar meer over... Ja, ik mag geen video's over maken, maar ja, hij gaat ze dan niet kijken. Dus dat... Jij bent een kutmogol, Ayoko. Want alles wat ik maak moet gezien worden door jou. Nummer 42 is juist op het laatste moment. Ik ben nog maar 7 minuten en 15 seconden bezig. Dus ik zou op zich al kunnen spectaten in deze video. Want ik wil het nu ook weer niet te klein hebben, die video. En vaart achteruit. Welk schip was dit? De St. Louis. Van Nunoers 62-26. Ja, die St. Louis gaat zinken. Oh, daar is nog een St. Louis. Ja, ik zeg wel St. Louis, maar ik denk dat het gewoon St. Louis is. Maar goed, dit ding zinkt nu. Ik heb dit schip trouwens ook nog. Je kunt schepen verkopen, maar ik weet niet of je sterretjes dan bij krijgt. Maar als je echt alle schepen wilt hebben, dan kun je beter niks verkopen. Ik vind dat nog altijd bruut, hoe dat die schepen zo kantelen. Hoe dat die toch zinken, dat blijf ik bruut vinden. Dit wordt een beetje gehit. Maar goed, ik ben na 9 minuten bezig, zo gaat het een stuk sneller in de tijd. Maar natuurlijk, als dit gevecht, want het is 4 tegen 3. Blauw is met 4 en rood is met 3. Ik ben natuurlijk in het blauwe team. Maar als het nog niet gedaan is, dit gevecht, en ik heb de video al moeten eindigen, dan kijk ik gewoon verder. Dan krijg ik alsnog gewoon de sterretjes die ik mag krijgen. Oh, dat zijn dezelfde schepen. Dat zijn dezelfde schepen. Wauw, dat is speciaal. Daar is nog een Mongool aan het leven. Mongolen mogen niet leven. Alleen die Joden van vroeger. De schipkant tot even. Die net is neergeknald. Ja, ik had een probleem met mijn propellers. Dus ja, ik kom nergens meer in.
naar mijn schip toch. Ik vind dat ze heel vaak voor mijn propellers gaan. Oh, 4-2. Ook perfect. 10 minuten en 20 seconden bezig. Oké. Dat is een beetje gevaarlijk. Want ik wil altijd wel de vechten klaar hebben. Tot nu toe is het altijd al gelukt. Ja, binnen de video nog. Dus schieten, schieten. Echt, zo'n gevecht dat duurt in ieder geval ongeveer 15 minuten. Ongeveer zeg ik, hè. Als ze tenminste door blijven schieten, de teamleden. Ik heb al met de Kuma een paar gevechten wel gehad buiten de video's. Dat ik ben gewonnen met mijn Kuma. Dus daarom is mijn favoriet. Daarom is dus dat mijn favoriete schip. Omdat dat is echt het schip is. Dat is eigenlijk de master key van mij. De Kuma. De Kuma is mijn master key. Dus met dat schip win ik meestal. Nu zeg ik niet dat ik altijd win, maar ja. Mijn video's jagen me ook een beetje op. Want ik kan maximaal maar 15 minuten en een paar seconden uploaden. Misschien 5 minuten 20, maar sowieso geen 6 minuten. 6 minuten 30 zal denk ik ook niet eens lukken. Maar goed, victory! Perfect! 347 sterren. Ja, die munten, dat maakt me geen zak uit. Want what the fuck? Ik heb 1.707.000 en nog. Maar dit is serieus het enige schip dat ik, ja. Dat goud is. De kamp belt aan. Propeller boost heeft geen zin als de propellers kapot zijn. What the fuck. Maar tot de volgende video mensen. Die komt morgen. En ja. Dat zou ik zeggen. Bye bye. Trouwens ik ga met. Als de video op opnemen staat. Dus als die aan het opnemen. Aan het uploaden is. Dan ga ik meteen checken. Wat voor reacties ik heb. Op de volgende video. Dus, als je dat snel moet doen, dan moet je, ja, zo snel mogelijk eigenlijk, dat gaan doen. Bijvoorbeeld nu. Als je nu afdrukt, ja, dan ben je safe.